Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe GTA Online. Oh yeah. Oh yeah. We gaan GTA Online spelen, Hero. En dat doen we hier met de 1611 clan. En Cafoen zegt wel winnen dit keer, Sander. Waarom? Waarom? Ik moet nieuwtjes voorlezen. Het is about the lol. Nee, ik moet nieuwtjes voorlezen. Ja, oké. We gaan gewoon lekker chillen, Hero. Lekker gameplay op de achtergrond. Terwijl wij ongelofelijke nieuwtjes gaan fixen hier voor jullie. En ik heb dit keer echt veel what the fuck dingen. Maar dan echt veel what the fuck dingen. Dat ik hoop dat je er goed uitkomt uit deze video. Oké. Okay. En dat zegt genoeg. Ik hoop dat je niet met een twisted mind eruit komt uiteindelijk. Oh, maar dat heb ik toch al, dus... Oké. Het eerste nieuwtje van vandaag. We spelen trouwens weer op tracks van mensen die hun tracks niet hebben... Niemand heeft deze tracks gespeeld van hun. Die hebben ze dan op Rockstar Social Club gezet. Nul mensen spelen het. Misschien voor een reden, misschien niet. Maar wij zijn zo lief om hem dan te gaan spelen. Het eerste nieuwtje is dat in China is er weer wat geband. Oh, oké. En wat is er geband? Nou... Dat Chinese meisjes niet meer erotisch bananen gaan eten op een livestream. Jezus, dat geband. Hebben we niks beters om te bannen. Zeg maar, er wordt steeds meer aandacht besteed aan jongeren op het internet die te veel erotische dingen tegemoet krijgen. Ja. Weet je wel, al dat gezeik en zo. Nou... Wow, dankjewel. Nu is heel stijgend daar in China dat een meisje en soms zelfs nog underaged, dus dat ze nog geen 18 of 16 is of whatever, dat die op een livestream gaat chatten met haar kijkers en dat ze dan een banaan gaat eten, maar dan op een erotische wijze. Ja, als je minderjarig bent, snap ik het. Ja, nee, maar ook voor gewoon normale meisjes. Die normaal. Dat is net alsof je abnormaal bent als je nog niet 16 bent. Je bent abnormaal als je banaan niet peet. Ja, nee, maar inderdaad. Een banaan erotisch opeten, dat gaat er dan weer gebeuren. Ook gewoon met volwassen meisjes. Ik dacht heel even dat je ging zeggen, dat gaat er dan weer niet in. dirty man. Oh. Nou, hebben ze daar dus een dingetje voor bedacht om dat te bannen. Het mag gewoon helemaal niet meer. Dus mocht jij een vrouwtje zijn, Timo, die daar heel veel geld aan verdiende, of mocht jij als Mr. Tuning een boer banaan eten... Boer eet banaan. Boer eet banaan op een hele... Nou, dan moet ik dus niet meer naar... Boer, ja precies, boer eet banaan op intieme wijze. Nou, dan mag je niet meer in China wonen, want daar is dat verboden. Alle livestream websites moeten daar rekening mee houden dat het bij Chinezen niet meer mag. Ik zie ook echt iemand op Pornhub gaan. En dan, sorry, deze video is niet beschikbaar in jouw hand. Kut, ik op Pornhub kijk! Maar het is geen porno, Timo. Nee, het is gewoon... Ja, sorry. Kut, ik wil seksueel betastende bananen iets kijken. Ja, nou, het is nog niet per se seksueel. Het is alleen op een intieme wijze die banaan eten. Ja, nou. Dat mag niet. Gekke Chinese, wat is er nog verkeerd dan? Als jij een banaan eet en je doet... Ham, nom. Precies zo, inderdaad. Ja, nou dat mag niet, dat is te intiem. Maar goed. Volgende nieuwtje is dat er zijn nog wel veel, in Amerika zijn er veel mensen verslaafd aan drugs. Ja. Nou zijn er ook veel mensen daardoor heel arm geworden. Ja. Nou kunnen heel veel mensen daardoor hun drugs niet betalen. Ja. Nou hebben mensen daar een oplossing voor. Oh wauw, nou gaat het komen. De nieuwste drugs is, hoe heet dat ook alweer? Imonium. Imonium? Imonium! What the fuck is imonium? Weet je niet wat het is? Nee. Imonium is antidiarree. Oh, middeltje. Damn. Blijkbaar zit er in het antidiarree middeltje zoveel fijne
shit. No, pun not intended. dat mensen gaan kopen, want dat is super goedkoop. En mensen worden high van de antidiarree. Oh, ik was zo high van gisteren. Ik moest wel naar de wc, ik kon niet poepen, maar scheid. Ja, nee, maar... Oké, dat was ook niet intended. Daar zitten dus bepaalde mailtjes in waar je high van kan worden. En ja, dat is dus flink gebruikt. Nou, dat is goede shit. Nou, zit er... Als je nu denkt, Timo, van... Nou, dan ga ik dus daarvoor, weet je wel. Omdat je geen geld hebt voor de goede drugs. Want het heeft echt een growing appeal, staat er. Want het is ook gewoon in velen beschikbaar. Het is gewoon overal beschikbaar. Oftewel, het is gratis drugs. Nou ja, gratis drugs. Het is drugs die je overal kan vinden. En het is heel goedkoop. Maar dus, als je nu denkt van, nou, daar ga ik dus voor. Er zit wel een kleine catch aan vast. Want als je te veel van dat Imodium gaat gebruiken... Ja. Dat kan leiden tot hartproblemen. Door lever falen. En je nieren kunnen er ook van falen. En uiteindelijk kan je er zelfs dood van gaan. Dus je gaat gewoon hartstikke kapot. Je gaat gewoon hartstikke kapot ervan als je dat veel gebruikt. Maar je wordt er wel high van. Dus als je nog even wil genieten in je leven, dan... Nee, doe maar niet. Doe maar niet. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg. Ja. Nee, maar... dan hebben we... allemaal dode mensen straks in Amerika, volgens mij. Ja. Dat denk ik echt. Ja. We gaan de volgende race doen, dat is een bike race. Rond de LS Highways. En dat wordt wel een leuke bike race. Maar het volgende nieuwtje is dat een man in Indianapolis... Die heeft een huis gestolen. Ik heb het gevoel dat Timo een beetje aan het laggen is. Jij was heel even weg bij mij inderdaad. Ja, nee, jij was weg bij mij. Nee, je bent weg bij mij. En die man die het huis heeft gestolen... Ja. Die doet alsof hij een miljonair is. En waarom doet hij dat? Dat doet hij voor zijn vriendin. Ja. Wat is de beste motor? Ik heb geen idee. De Batty? Of de... Double T lijkt me wel wat. Double T. Oké, okay. Double T. Neem ik ook gewoon. Die meneer die doet alsof hij een miljonair is om zijn vriendin te verleiden. Die heeft een BMW SUV gestolen om de vriendin haar hart te winnen. En toen was er ergens in de stad een hele mooie mansion te koop. Wow, ik zie iemand die geen persoontje... op de motor heeft. Ik zie alleen de motor. Ik zie alleen de... It's the Ghost Rider. Ja. What? 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 Kapoe dit. Dit is spooky. Ja, yeah. Oh my god. Maar die meneer die zag een mooie mansion te koop. Ik trip hem helemaal. Ja, Timo, mag ik mijn nieuwtjes vertellen? Ja, sorry. Die meneer die zag een mansion te koop, heeft dat te koopbord gesloopt. En heeft gewoon gedaan tegen zijn vriendin van, dit is mijn nieuwe huis. Dus die is in die mansion gegaan. En de vriendin heeft al haar spullen daarheen gebracht. En uiteindelijk kwam er bij de politie... dingen van, hey, er wordt ingebroken. Dus die vriendin die krijgt echt... de hartaanval van haar leven als er ineens overal politie voor de deur staat. Ja. En uiteindelijk komt ze er dus achter dat hij gewoon de verkoopbord had gesloopt. En had gedaan alsof dat zijn huis was. Dat is toch erg? Ja. Je klinkt wat verder weg, maar dat is echt super erg. Ja, nee, ik praat er wat zachter, sorry. Nou, vrachtwagen. Zo. Nou, dit is een grappen. Nou is die man ook gewoon gearresteerd en hij zit nu in de gevangenis. Want je gaat niet doen alsof je miljonair bent, jongens. Nou hebben we een hele erge in Engeland. Wat is er gebeurd in Engeland? Engeland. In Engeland hebben ze wel eens bij de politie van die drugtest dingetjes. Ja.
bij de politie. Nou blijkt zo'n lab-expert... blijkt al 12 jaar... elke dag high te zijn. Oh, wauw. De drugstest-expert... een vrouw bleek elke dag te snuiven. terwijl zij al die testen moest doen. Of mensen dan zeg maar high waren en dat ze dan... weet je wel? Ik snap het wel. Waarom snap je het wel? Ja, nou, je moet je vak toch kennen. Ja, jongen. Dus uiteindelijk zijn ze erachter gekomen. Ze is de gevangenis ingegaan voor maar 2,5 jaar. Oh, man, dan kan ze dat valt ook mee. Vanaf. Alleen in Engeland is nu flink teweeg gebracht van... ja, zo zie je dat het hele systeem verrot is. Dat slaat dan nergens op. Ik vind dat wel grappig. Mevrouw, waarom heeft u het gedaan? Ja, ik heb gewoon dedication to my job. Ik ben een professional, toch? Ja, nou, ongelooflijk hoor. Ongelooflijk. Dan hebben we nog een grappige die ook wel weer een beetje gelijk is. En ook weer in Engeland is. En dat is dat de agency voor... de spy agency, die spioneert, weet je wel... Ja. En dan in de zin van een beetje NSA-achtig, weet je wel. Mm-hmm. Die zegt tegen de gebruikers... ze balen een beetje ervan dat wij onze wachtwoorden resetten. En vervangen. En veranderen. Ja, niet doen. Dat kunnen wij niet bespioneren, ja? Dat is precies hoe het daar ook staat. Maar ze zeggen niet, dat kunnen wij niet bespioneren. Ze zeggen, dan wordt het voor hackers makkelijker als je je wachtwoord verandert. Mm-hmm. En laten we zeggen dat dit nieuwsplatform er een beetje de gek mee aansteekt. Zo van, nee, we zullen onze hele leven lang hetzelfde wachtwoord houden op elk platform. Oké, okay? Weet je wel. Het is een beetje averechts wat hun zeggen. Maar eigenlijk zeggen ze van, als je je wachtwoord verandert, dan ben je meer vulnerable voor gehackt te worden. Ja. Ja, laten we zeggen dat... Fuck logica. Laten we zeggen dat heel veel mensen niet geloven. Het wordt ook heel sarcastisch gebracht in de ondertitel van het nieuwtje. Het wordt zo gebracht als... Your password resets are really annoying, the British government. Can you please stick to one password? voor de Britse overheid kan je alsjeblieft... De Britse overheid vindt het echt heel erg kut. We willen je hacken. Verdomme, verander je weer je wachtwoord. Doe dat eens niet. Ongelooflijk. Dan hebben we nog een raar nieuwtje. Radiohead fans, weet je wel, van de band Radiohead. Die eten foto's op van de zanger. Wat? Omdat... Wat, mate? Ja, de fans, zeg maar, die gingen raden wanneer het album uitkwam. En het is een flinke surprise wanneer het nieuwe album van Radiohead uitkwam. Of Motorhead, sorry. Nee, Radiohead. En uiteindelijk zeiden ze van, als hij nu niet geannounced wordt, dan eet ik een foto van de zanger. En dat hebben ze massaal gedaan en op internet gezet. Het is een hele rare hype. Oh my god. Dan hebben we nog weer iets in Engeland. Want ik had eigenlijk nog veel meer nieuwtjes, maar het gaat allemaal wat sneller. En dat nieuwtje was dat in de Met Office, dat is een weerstation en een weerservice die je op je mobiel kan hebben in Engeland. Die heeft, vorig weekend was het echt heel erg warm. En in Engeland was het dus ook warmer dan ooit. Of nou ja, warmer dan ooit. Het warmste van dit jaar. En laten we zeggen dat de Met Office een technische fout had. Want naar alle members werd gestuurd dat het ging sneeuwen. Huh? Het was buiten, was het 27 graden. En mensen kregen op hun mobieltje van kans op sneeuw. Oh, wat slecht. Many were left baffled after receiving the Amber Snow Alert for London. Ze kregen een Amber Alert, het gaat sneeuwen. Terwijl het de warmste dag van het jaar was. Mensen zeiden... Are they having a giraffe or what? One Twitter user, Howard Barnister, said the snow alert for Thursday evening was a test warning that accidentally went live on the Met Office website. Are they drunk? Zeiden de mensen. Heel veel mensen gingen naar social media van what the hell is happening? Een snow alert kregen ze you allemaal. You had one job. En dan heb ik nog eentje. En dat is echt de typische Timo-actie. En we gaan gewoon door met die nieuwtjes. En dat is dat een man in de 20 jaren... die moest naar het ziekenhuis. Want hij heeft zichzelf met een mes weten te stabben.
Okay. En waarom? Omdat hij wou even show-offen. Wat wou hij nou show-offen? Hij wou iemand impressen om te laten zien wat hij allemaal met een mes kon. Door te twirlen en te twisten, weet je wel, om je heen en zo. En dat soort coole shit. En uiteindelijk verloor hij zijn balans. En toen stapte hij zichzelf. Oh my god, jongen, sukkel. Een goede impression. Wie ook maar wou impressen, dat zal vast een perfecte impressie zijn. Alleen niet in de positieve manier. Dat zou vast een... What the fuck is happening? Weet je wel, zo'n impressie dat is, zijn. Ja, dat zou vast wel een flamescherpe impressie zijn geweest. Ja. Je hebt in zekere zin is je doel bereikt. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Hij is trouwens niet dood gegaan. Hij is expected to recover. Hij heeft wel injuries, maar expected to recover. Maar het is zo dom. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van de GTA Online. Ik hoop dat je weer van de nieuwtje hebt genoten en van de gameplay. Want die speel ik dan echt op een soort automodus. Want ik speel dus live die gameplay, hè. Ik ben live gewoon alsnog aan het spelen, terwijl ik alles voorlees. En ik bedank jullie voor het kijken. Laat een duimpje omhoog achter. Timo, bedankt voor het meedoen. En tot volgende week. Doei, doei. Yes. Altijd. Go, go, go. Oef. Daar is het live invadergebouw. Invader! Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat? Wat de hel? Wat de hel? Ah!